video. Got him out. Yay! Ik durf niet mijn kaartjes liggen weer. Oh, dit is echt zo vies. Hoi allemaal. En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. We zitten hier vandaag weer op onze prachtige zolder. En we gaan weer iets heerlijks voor jullie uitproberen. Oh ja. Wij gaan met jullie namelijk melk testen. En dan niet zomaar melk. Nee, precies de melk die je liever niet uit de schappen haalt. Sommige dingen die zou je vast wel kunnen drinken of zo. Want we weten ook niet hoe het smaakt. Maar er zitten ook een paar bij, dat kan je beter denk ik maar niet. Ja, die kan je beter overslaan. We beginnen met de minst erge dingen. En we gaan steeds een stapje verder. En als je benieuwd bent wat we allemaal gaan testen, bekijk dan zeker deze video. We beginnen met de minst erge. Wat is de minst erge volgens jou? We zagen deze gewoon ineens in de supermarkt liggen. En het is de geitenmelk. Ik weet niet of... Heb jij die wel eens op? Nee, ik heb het nooit op. Wel geitenkaas, maar geen geitenmelk. Ik denk dat het eigenlijk wel hetzelfde smaakt. Oeh, lekker. Het ziet er gewoon normaal uit. Ik laat hem hier staan. We drinken nu de geitenmelk. Betsy's geitenmelk. Oh, Betsy's geitenmelk. Ja, het is gewoon geitenmelk. Ik weet niet. Is het echt een verschil in als je een merk koopt? Nee. I don't know. Nou. Proost. Ik heb er zin in hoor. Het is gewoon melk, alleen een beetje, gewoon letterlijk geitenkaas. Ik vind melk eigenlijk sowieso niet lekker. Waarom doe ik nou weer mee? Heb je een cijfertje voor deze? Nou, ik vind het sowieso niet heel lekker melk, dus ik geef het een 6. Ja, ik drink nooit echt melk hoor, maar ik geef deze een 8. Oké. Okay. Jij mag de volgende uitkiezen. Karnemelk. De karnemelk. Ik heb zelf nooit karnemelk op, maar ik heb in een bejaardentehuis gewerkt. En daar namen ze altijd karnemelk. En toen hield ik altijd even mijn adem in, omdat ik het gewoon heel vies eruit vond zien. Oké. Okay. Ik heb echt nog die schapen. Alsof je net geitenkaas hebt gegeten. Ja. Jij mag schenken trouwens. Dus jouw pakje aan. Pak. Van hem. Oh, het is echt heel dik. Die oude mensen deden ook altijd nog dingen erdoorheen, zoals limonade en zo. Het is heel zoet. Het is heel zoet. Het is vies. Ik ga stuk. Jij haat melk. Ja, ik vind het helemaal niet lekker. Hey! Op de karnemelk! Oh, de... Ik durf niet meer door te... Ik durf niet meer door te slikken door jou! Sorry, dit is echt zo vies! Ja, klokgeluid vond ik het alleen maar... Vies. Heb je een cijfer voor onze? Ja, een 3. Ik ook. Ja, ik heb hier geen woorden voor. Het is gewoon echt goor. Volgende is... de lactosevrije melk. Yay. Want dat heb je dus blijkbaar ook. Want natuurlijk, je kan ook lactoseallergie hebben. Lekker! Lekker! Zin in! Ja, ik ga echt weinig in doen. Want dit gaan we echt niet door skill gat heen krijgen. Oh, ik ruik het hier. Is dat niet die karnemelk? Zit hij er nog in? Nee, zit er natuurlijk nog. Ik ga even aan de andere kant drinken, anders gaat het langs de karnemelk. Ik wil niet! Ik wil echt niet! Ik ga niet ervan. Oh. Nee, dit valt echt heel erg mee. Dit valt echt mee, ja. Nee, oprecht, het is niet heel vies. Oh, dit is wel zoet. Oh ja. Zullen we even hier neerzetten, hè? Jongens, dat heb ik helemaal vergeten. Nou, deze heeft. Deze heeft mijn liefde. Ik vind hem lekker. Ik geef deze, net als de geitenmelk, een 8. Ik geef hem een 7. We moeten even schudden nog. Hij is nog wel warm. Oh, dat maakt het echt 100 keer geworden. Oké, nou. Vertel me wat het is. Jullie zien het. We hebben hier Nutrilon. Voor kinderen die 0 tot 6 maanden zijn. Dus ja, dat is perfect voor ons. En dit moet je warm drinken. Dus ik schud hem even voor je. Ja? Chill. Ja, dan is het niet super vies. We gaan allebei hierin doen, hè? Oh, hier heb je het uitgehaald. Zo'n... Zo'n zak. Ja, je ruikt gewoon die karnemelk. Met alle voorbereiding. Oh, Maxime.
heb wel doorgeslikt, een stukje. Echt? Is het zo erg? Oh, wat is dit ranzig. Ja? Hier zit een smaak in. Dit is niet meer melk. Ja. Succes. Sterk. Oké. Dat is vies, hè? Oh, die watersmaak. Oh, wat vies. Dat is heel vies. Oké, ja, dit is weer een 3. Ja, nee, trouwens. Het is echt geen 3. Dit is echt een 1. Ja, eigenlijk is die karamelk ook gewoon echt een 1. Ja, eigenlijk wel. Een 1. Dat staat er al op. Ja. Een 1. We hebben er nog 1. De klapper op de vuurpijl. Pak een bier voor jullie. Kattenmelk! Yay! Mijn moeder heeft dit ook bedacht trouwens, om kattenmelk te halen. Dit is niet ons idee. Mag je dit eigenlijk wel drinken, joh? Staat geen waarschuwing op? Staat niks op. Niet bij nadenken, gewoon drinken. Oh, dit vind ik het allerergst. Het idee dat het voor een kat is bedoeld. Ja. Melk. Wie houdt daar nou niet van? Cheers. Cheers. Cheers op een lekkere melkavond. Mm. Het is niet avond, trouwens. Oh, het is best wel van. Oh, dit doe ik. Dat ga ik ook bijna. Ik heb er niet over na proberen te denken. Ik zat nu echt in mijn hoofd met dat het gewoon houdbare melk was. Die Nutrilon was erger. Veel erger. En de karamelk ook. Dit is ook niet lekkere melk trouwens hoor. Dus niet kopen als je denkt dat het lekker is. Het is niet lekker. Nee. Wat voor cijfer? Geef 5. Onze kattenmelk. Een 5. Ik een 2. Ja? Ja. Dat. Gorst. Ik denk het wel. Ik denk dat dit echt, ja, voor ons gewoon echt het meest goor is. Ja. Daarna, die structuur van deze was ook vies. Ja, deze staan echt wel gelijk aan elkaar. Karnemelk, oh wat is het verranzig. Misschien vind ik karnemelk nog een goorder. Ja? Kattenmelk, dan geef ik zeker deze plek. Dit is voor wat idee. Deze daarna. Ja. En ik vind lactosevrij lekker. Dit is gewoon lekker. Ja. Dus deze is echt oprecht lekker. Deze is ook gewoon wel lekker. Deze is gewoon, ja, je kan hem naar binnen halen, maar het is niet echt, ik zou het niet kopen. Ik zou het niet adviseren. Deze zijn er echt niet te doen. Nee, maar dit is echt smaak, want zoveel mensen vinden dit gewoon lekker. Ja, ik kan er niet bij mijn hoofd. Ik vind het heel vies. Huh? Dit was weer een enorm leuke video. Ik heb er weer enorm van genoten om dit te doen. Ik ga weer mijn standaard zeggetje doen. Weet je weer iets leuks wat wij de volgende keer kunnen uittesten? Laat het even weten in de comments. Want je ziet het, we genieten van dit soort video's. Ja, we vinden het zo lekker en fijn. Ik heb totaal ook geen buikkramp op het moment. Oh, wat lekker. Wij testen het, zodat jullie het niet meer hoeven te doen. Of in ieder geval weten wat lekker is en wat niet. We hebben ook niet altijd gelijk. Misschien vinden jullie het wel lekker. En vergeet ook zeker niet een like achter te laten. En te abonneren om op de hoogte te blijven van ook video's zoals dit. Nou, leuk dat je keek. En we hopen je volgende keer weer te zien. Doei doei! Ik had er best wel geen melk drinken hoor. Oh, wat was dit goor.